Goedemorgen meisjes en mannen. Het is vandaag donderdag. Het is bevrijdingsdag. Wij gaan gewoon werken. We moeten wel, want de video voor zondag moet vandaag geschoten worden. En morgen geedit. Nou, de meen je niet. Ja, het zijn echt eikels hoor. Wie zijn eikels? Ja, zo'n gast uit Blitzwijk, waar jij vandaan komt. Daar gingen we voetballen en die waren echt stoer. Komt daar niet oorspronkelijk vandaan hè? Ja, maar niks tegen het dorpje waar ik... Niet tegen het dorpje waar ik ben opgegroeid, want daar ben ik de persoon geworden. Gaan we nu opnemen? Maar wil je nou een soort van een koekje? Lintje of zo? Een koekje. We gaan nu opnames maken van top 10. Top 10 welke? Welke top 10? Dylan Hages. Weet je wat het ergste is? Dat moet ik eigenlijk niet vloggen, maar dat ga ik niet vloggen. Wij zijn echt verschrikkelijk lang vandaag. Oh, wat erg. Het is gewoon chill. Het vlot niet echt, weet je. Laten we een nieuwe scène opnemen. Jongens, een beetje doorwerken. Ja, ik wil het opnemen. Ja? Maar wat? Jullie gaan de stille fan opnemen en ik ga eventjes een shredder halen. Ja, is goed. Ja? Wat is er, Teun? Helemaal kapot. Wat is het, Teun? Hoorde je dat? Nee, vertel. Nee, oké. Jawel, zeg het. Ik keek de trendingpagina van YouTube, daar heb ik al genoeg mee gezegd, denk ik. Oké. Okay. Heb je daar een mening over dan? Ja, daar heb ik een mening over. Vertel. Nou, ik ga hem niet uit. Oké, jongens, we gaan nu naar de expert. Oké, we gaan nou opnemen bij Maat. Opnemen bij Maat heeft geregeld dat we eens kunnen opnemen bij een winkel. Ja, ik vlog daar maar moeten meenemen. Oh, daar ben ik al mee bezig, Marit. Ben ik al mee bezig. Maat, kun je even zitten? Ja, natuurlijk kan ik zitten. Dan stellen we hem weer even in. Jongens? Ik ga even zitten. Zit op in de koffiehoek. Hier hebben ze lekkere koffie. Is het zo? Ja. Dit vind ik helemaal gemakkelijk, Marit. Ik weet niet wat ik moet doen. Zeg me een leuk verhaaltje. Ik was hier verlegen van. Een leuk verhaaltje. Er was ooit een man met een hamer. Oké, bedankt. Nou, wat een goed verhaal. Maar je bent aan het vloggen, waardoor we zeg maar, het beeld niet kunnen instellen. Oh nee. Sorry. Dankjewel, Martijn. Hey, dankjewel. Doei, veel plezier vandaag. Hoi, werkzaam. Ik ga Dylan even iets heel speciaals laten zien. Want ik ging hier naar binnen. Ik denk dat ik weet wat het is. Ja? Ja? Ik zie het. Kijk, ik kwam hier naar binnen en toen zag ik hem ineens. Daar liggen. Nice. Sinds gisteren ligt hij hier. Nice. Is toch wel een beetje gek, hè? Weet je wel, dat je dan vroeger kocht je al een agenda. En dan stond je ook naar deze rij te kijken. En nou ligt de agenda erbij. Vet hoor, heel vet. Een papierversnipperaar. Hartstikke grappig. Voor opnames, maar het is altijd wel handig. Ik heb nog nooit gepapiersnipperd. Ik ben benieuwd. Nee, we hebben hier even een discussie over het blad. Nee, Dylan. De kasten. Dylan, hebben wij het goedkopere of het duurdere? Duurdere. Nou, is dus niet zo. We hebben het goedkopere. Maar het is zo dat daar dat de afwerking is daar iets minder van. Maar dat is bijna niet te zien. Maar het voordeel is dat het minder snel beschadigt. Dus eigenlijk is het een win-win. Het is goedkoper en het beschadigt minder snel. Gaan we morgen even aan Mark vragen. Maar is er niet iets met goede afwerking wat ook niet snel beschadigt? Jeetje, wat zijn we langzaam vandaag. Alles gaat met een tempo. Dat is niet normaal. Ja, ondertussen is Willem aan het voetballen. Moet ook niet kunnen. Maar kijk, lalalalalala. Net Roger even gebeld. We willen eigenlijk wat opnames maken bij de truck. Hij zou me nog even gaan terug appen mailen. Ik hoop dat het mag, want dan kunnen we... Want dan kunnen we het afmaken. Want anders moeten we... Waar kunnen we anders opnemen? Nee, dan moeten we gewoon wassen. Nee. Jongens, jullie zijn echt verschrikkelijk. Jullie helpen Dylan in dit sfeer, terwijl dan moet er morgen worden opgenomen. En dan zit hij toch weer zaterdag te editen. Dat vind ik niet grappig. Dylan is zo makkelijk te beïnvloeden. Ja. Ineens is het avond. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Het is gewoon magic in zo'n vlog. Wij zitten echt eventjes te genieten op de bank. Serieus. De opnames gingen... Oh. Ja, we kijken een hele vette documentaire. Amy, over Amy Winehouse. Ik vind het echt heel vet. Dylan, ik ben net aan het vertellen tegen de kijkers dat we zo aan het genieten zijn op dit moment. Goed, hè? Onder zo'n dekentje een documentaire kijken. Dit hadden we echt even nodig, hè? Ik heb geen idee waar mijn bril is. Die kan ik niet meer vinden, want ik heb mijn lens uitgedaan. En ik zie alles als vlekken, dus ik weet niet waar die is. Ik lig in bed. We hebben net die documentaire Amy gekeken. Was echt heel indrukwekkend. Ik wist dit verhaal heel, heel klein, maar als je het dan ziet... Morgen gaan we nog wat opnames maken voor de video van zondag. En we gaan hard doorwerken, zodat we echt een morgenavond weekend hebben. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie morgen weer. Doei!